Nou, de Sinterklaasintocht is voor ons als Almelo Events een van de leukere evenementen. Je bent er het hele jaar bezig om voor de kinderen iets leuks te gaan organiseren. En als je dan ziet dat hier tijdens de intocht zo'n 10.000 tot 12.000 mensen langs de kant staan, dan breng je wel wat teweeg. En elke keer heb je weer nieuwe uitdagingen en elke keer kom je weer andere, nou, problemen is een wat groot woord, maar andere uitdagingen tegen dat je denkt van oké, wat gaan we daarmee doen, hoe gaan we dat oplossen? Maar het lukt altijd. We zijn druk bezig met het huis van Sinterklaas. En ja, het draaiboek is klaar. De vergunningaanvraag is zo goed als rond. Dus we hebben nog ruim 2 weken. Het is uniek wat een tijd we nog hebben. Nou, dat Sinterklaashuis komt op dezelfde plek als vorig jaar. En dat is in het oude pand van de ANWB op het Marktplein, zeg maar naast Niels. Er is ook elke keer als we open zijn een Pietenband aanwezig. Daarnaast kunnen de kinderen op de foto met Sinterklaas en de Pieten. Ze kunnen knutselen, ze kunnen grabbelen, al dat soort dingetjes. Leuk vertier voor de kinderen. Na de aankomst hier gaan ze allemaal van boord. Ze komen met 8 boten aan. Er zijn 2 Pietenbands tijdens de intocht aanwezig. We hebben hier op de kade hebben we entertainment voor de kinderen vanaf 12 uur, geloof ik, uit mijn hoofd. En als we dan klaar zijn, als Sinterklaas ontvangen is door de burgemeester, tenminste ik hoop dat de nieuwe burgemeester dat kan gaan doen, dan gaan we naar de overkant hier. Daar staat dan de stoet opgesteld, daar staat de koets ook voor Sinterklaas. En dan vertrekken we rond 1:15 met de stoet door de stad. De meesten gaan richting de Grote Straat, dat is altijd wel een heel druk punt. En met name op de Koornmarkt, daar staat ook een podium van ons. Daar zijn dan ook weer Pieten aanwezig om de kinderen te vermaken. Ja, het gaat ons om, de kinderen moeten plezier hebben. Dat is het belangrijkste.